Hoi, welkom bij Vida Vitale Informatie voor bewustmaking van geneesmiddelen. We zijn zo blij dat je met ons mee mocht doen. Deze korte video is bedoeld om passende maatregelen te identificeren voor tieners en jonge volwassenen met betrekking tot drugsbewustzijn. Het is belangrijk om te onthouden dat niet alleen illegale drugs schadelijk zijn voor onze gezondheid, zelfs legale middelen kunnen schadelijke effecten hebben op onze algehele lichamelijke gezondheid, maar ook op onze hersenontwikkeling. Veel mensen labelen en stereotyperen mensen die drugs gebruiken voordat ze strategische benaderingen of preventieve maatregelen aanbieden voor drugsbewustzijn en middelenmisbruik. We hebben allemaal gezien hoe mensen snel conclusies trekken en hoe dat de mensen om ons heen negatief kan beïnvloeden. Drugsverslaving wordt vaak geportretteerd in onze popcultuur onder beroemdheden, in films, zelfs in de muziekindustrie. Dit heeft de neiging om het idee te versterken van hoe mensen die drugs gebruiken eruit zien terwijl het in werkelijkheid normaal gesproken niet zo duidelijk is. Deze stereotypen zijn zeer schadelijk in de samenleving, aangezien ze normaal gesproken gevolgen hebben voor degenen die drugs gebruiken die niet passen bij het beeld van hoe ze eruit zouden moeten zien. Deze veel voorkomende stereotypen voorkomen dat mensen die drugs gebruiken hulp of behandeling zoeken en voorkomen dat mensen merkbare tekenen van verslaving herkennen. Stereotypen rond drugsgebruik betekenen vaak dat mensen die aan een drugsverslaving lijden onopgemerkt blijven. Als er geen flagrante lichamelijke symptomen zijn, kunnen mensen die drugs gebruiken zich alleen voelen. Het normaliseert ook het zwijgen over verslaving, in plaats van mensen het vertrouwen bij te brengen om hulp of begeleiding te zoeken. Het leren van echte tekenen van verslaving kan iedereen om ons heen helpen die worstelt met middelen gebruik. Gedragsveranderingen zijn normaal gesproken een prominente indicator, waarbij de persoon die drugs gebruikt. De neiging heeft zichzelf te isoleren van zijn leeftijdsgenoten. Het zij om drugs te gebruiken zonder ongegronde aandacht. Het zij om ze privé te gebruiken. Stemmingswisselingen, prikkelbaarheid en een gebrek aan interesse in normale activiteiten zijn ook veel voorkomende tekenen dat iemand die je kent het moeilijk zou kunnen hebben met een verslaving aan drugs. Dus, wat is het belangrijkste dat we vandaag uit deze les kunnen trekken? We willen dat iedereen het gevoel krijgt dat ze hulp kunnen zoeken en niet in stilte kunnen lijden. Het elimineren van de stigmatisering rond mensen die drugs gebruiken en weten hoe je mensen om je heen moet benaderen met betrekking tot drugsbewustzijn en middelenmisbruik, is essentieel om te helpen verslaving te voorkomen. Gefeliciteerd met het voltooien van de les van vandaag. Ik hoop dat u enkele van de essentiële informatie voor drugsbewustzijn hebt overgenomen. Ga voor meer lessen naar de VIDA-project-website en probeer enkele van de activiteiten die u in de interactieve infographics vindt. Klik op enkele QR-codes om de activiteiten te ontdekken.